freelancer. Wegwijs in de avontuurlijke wereld der freelance muzici. Gehost door Frauke Elsen en Florissant Bataille. Hallo, mijn naam is Frauke Elsen. Ik ben 32 jaar en de meeste mensen kennen mij als hoboïste. De hobo was mijn eerste liefde en het is op dat instrument dat ik al het langst actief ben in de muziekwereld. Op mijn 23e trok ik ook naar het conservatorium voor zang en nog een jaartje later startte ik met barokhobolessen bij Marcel Poncele. Het duurde niet lang voor ook dat instrument mijn hart volledig veroverd had en ondertussen kan ik helemaal niet meer kiezen tussen de drie instrumenten. Sinds een paar jaar geef ik dan ook concerten met moderne hobo, barokhobo en als mezzosopraan. Mijn naam is Florissant Bataille. Ik ben 28 jaar en klassiek geschoolde pianist. Ik speel muziek uit zowat het hele repertoire, maar mijn grote voorliefde gaat toch uit naar kamermuziek. Ik ben een collaborative musician, dus ik profileer me niet zozeer als solist, dat gebeurt wel, maar vooral als kamermuzikant. Ik speel reeds 10 jaar in pianotrio Impression. Ik vorm ook een duo met mijn broer, die viool speelt, en werk ook regelmatig samen met zijn strijkkwartet. Daarnaast ben ik ook een gepassioneerd liedbegeleider en vind ik het fantastisch om zangers te begeleiden in het mooie liedrepertoire. Franse, Duitse liederen, allemaal heel mooie muziek die ik maar wat graag instudeer. Daarnaast maak ik ook eigen projecten. Ik vind het fijn om crossovers te maken waarin ook tekst en muziek wat vervlochten zijn. En schrijf ik ook muziektheaterteksten, vertrekkende van de meest uiteenlopende thema's. Heel fijn om mee bezig te zijn. En tot slot ben ik ook leraar. Ik ben pianoleraar verbonden aan enkele academies, dus ik werk in het DKO. Mijn voorliefde gaat uit naar gezellige, kleinschalige concerten waarbij ik het publiek rechtstreeks aan kan spreken. Qua repertoire is mijn interesse enorm breed, maar als ik dan echt moet kiezen, dan kies ik voor Natte Inkt en de samenwerking met hedendaagse componisten. Florissant, wat betekent freelancen voor jou? Freelancen voor mij betekent vooral vrijheid. Vrijheid om te kiezen wat je zelf gaat doen. Ik vind het heel tof om mijn job als leraar, een vaste job, te gaan combineren met de projecten waar ik echt 100% zelf achter sta. Musiceren met mensen die ik heel fijn vind en heel inspirerend vind. Dat zijn altijd toffe ontmoetingen die mij prikkelen en enthousiasmeren. Maar ook repertoire waar ik 100% goesting voor heb. Die combinatie van fijne mensen, leuke stukken, dat is voor mij echt op en top freelancen. En voor jou? Het leuke aan freelancen vind ik dat je inderdaad met heel veel verschillende ensembles in aanraking komt en op de meest uiteenlopende plekken terechtkomt. Je kunt zelf een beetje kiezen met welke ensembles je al dan niet in zee gaat en welke projecten je meewerkt. En voor mij is het ook altijd belangrijk om mijn eigen stempel te kunnen drukken op een project. Om zelf te kunnen meedenken over het repertoire en over het concertformat dat ik het publiek wil aanbieden. Wat vind jij challenging, moeilijk in de freelance-wereld? Wat zou je misschien willen bijleren van onze gasten? Wel, dan kan ik inpikken op wat je zo net zei. Je eigen stempel drukken of je eigen stem laten horen is niet altijd zo evident. We zijn met bijzonder veel muzikanten. Er is een heel hoge kwaliteit, een heel groot aanbod. En hoe moet je jezelf nu gaan navigeren tussen al die talenten? Hoe kan je nu op zoek naar wat wil ik eigenlijk doen? Wat kan ik nu eigenlijk het beste? En ja, onze gasten die gaan ons daar hopelijk wat wegwijs in maken in hun eigen good practice. Dat is toch de bedoeling van deze reeks, onder andere. Ja, wat ik moeilijk vind, onder andere, is dat ik eigenlijk het gevoel heb dat ik mij altijd wel weer moet bewijzen. Wat denk ik in elke job is. Maar het speciale in de freelance-wereld is dat je toch moet voortdurend tonen aan je collega's en werkgevers welke projecten je doet, welke concerten dat je doet. Omdat ik anders het gevoel heb dat ze misschien denken dat ik aan het vastroesten ben of dat mijn niveau achteruit gaat. Dus ik ben heel benieuwd of onze gasten dat ook zo ervaren. En iets anders wat ik graag zou willen weten van hen is, ik ben net mama geworden, een paar maanden geleden. En ik zou eigenlijk wel graag willen horen van zij die altijd onderweg zijn, hoe zij ook nog veel energie en tijd vinden voor hun gezin. Klinkt heel boeiend. We hebben al een inleidend gesprek met ons tweetjes opgenomen. Daar kunt u nu naar kijken en luisteren. En dan komt u ook te weten wie onze gasten allemaal zullen zijn. Veel plezier. Ja, Florissant, zie ons hier zitten. Concertgebouw, Forum 6, met uitzicht op de besneeuwde binnenstad van Brugge. Ik moet mijn eigen nog een beetje in de arm nijpen om te geloven dat het echt waar is eigenlijk. Toen ik u een paar maanden geleden belde,
met het idee van, gaan we een podcast beginnen? Was je direct heel enthousiast en ik vertelde zo een beetje over mijn eigen ervaringen, hoe fantastisch ik het vind om freelancer te zijn. En ook ergens wel dat ik het hele idee van eigenlijk een freelance muzikant te zijn, van dat als carrière te hebben eigenlijk, dat dat maar heel recent bij mij is binnengecijpeld, omdat ik ergens daarvoor gewoon niet echt het idee had dat je daarvan kon leven of dat dat iets interessant kon zijn. En ik had het idee dat je dat wel herkende voor jezelf. Dat dat ergens ook in onze opleiding of zo niet echt aan bod komt als mogelijke piste. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, absoluut. Wat je zegt is volledig herkenbaar. Het freelancen of zelf een beetje je eigen pad uitstippelen is iets wat zeer waardevol is als muzikant. Omdat je doorheen je opleiding, na je masteropleiding, kan je jezelf nog maar moeilijk een volleerd muzikant noemen. De vraag is, bereik je die status eigenlijk überhaupt tijdens je carrière? En ik vind het dan heel leuk om voor mezelf project na project te groeien en te voelen van waar ga ik naartoe, wat wil ik eigenlijk graag doen? En die ruimte die je hebt als freelancer om te gaan kiezen en om ook projecten zoals dit op je bord te krijgen, vind ik persoonlijk fantastisch. En als je nu voor jezelf een cijfer zou moeten plakken tussen 1 en 10 voor uw carrière op dit moment. Misschien zou je even corona buiten weglaten. Ja. Laten en gewoon het aantal, de concerten en zo dat je normaal gezien zou had staan en zo. Mm-hmm. Wat zegt je dan? Wel, 10 zou ik daar natuurlijk niet aan geven. Waarom? Omdat er natuurlijk marge moet zijn voor verbetering. En ik denk, 10 is waarschijnlijk iets wat ik nooit zal bereiken. 9, dat zou dan willen zeggen dat al wat ik doe fantastisch is. Dus ik denk dat ik een gezonde 8 zou geven aan wat ik doe. Dus grote onderscheiding. Ik ben zeer blij met de kansen die ik tot nu toe gekregen heb. De projecten die op mij afgevlogen komen en waar ik in kan meestappen. Dus geluksfactor 8. Ik doe zo vaak voor mezelf de oefening, ik vind dat een heel interessante oefening, dat ik zo gewoon aan mezelf de vraag stel van als ik nu tussen iedereen in de hele wereld mag kiezen, met wie wil ik graag ruilen van leven? Mm-hmm. En steeds weer moet ik toch eigenlijk wel constateren dat ik eigenlijk met niemand wil ruilen. Dat is mooi. Dat ik ook wel gewoon... heel vaak zie dat wat dat er eigenlijk heel glamorous uitziet, of waar dat je zo soms een idee van hebt van oké, dat is een droom die ik najaag of zo, dat je dan meestal ook wel meer en meer de tegenkant van, mm-hmm. van de medaille ziet. En eigenlijk ben ik gewoon heel tevreden mm-hmm. met de positie en mijn keuzes en zo. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat je op zich kunt tevreden zijn met wat je doet. Dus, mm-hmm. dat is iets... als mens dat wij wel heel vaak kunnen teleurgesteld zijn in waar we staan, maar... Daarin zijn we natuurlijk ook heel vatbaar voor wat er gebeurt op social media. Ja. Dat is ook iets waar kunstenaars zich op storten. Het constant profileren van jezelf op de best mogelijke omstandigheden. En een leuk concert, een toffe venue waar je mag spelen, een nieuwe opname. En al dat soort dingen die verschijnen, dat toont natuurlijk vooral de bright side of life. Maar natuurlijk, achter elk project zit zoveel uren studie, planning, onzekerheid ook heel vaak. Wat ik zelf als muzikant of kunstenaar voel, dat is precies dat ik maar 2 standen heb. Ik heb de stand alright, mijn leven is fantastisch en al wat ik doe is zo leuk en ik sta echt op met volle hoesting. En dan is er altijd zo die crippling self-doubt aan de andere kant van, is het eigenlijk wel goed genoeg en kan ik mij hiermee onderscheiden van de rest? En die twee, dat is een beetje yin en yang, die houden elkaar op een bepaalde manier wel mooi in balans. Want die twijfel zorgt ervoor dat ik mezelf ook steeds relativeer en blijf uitdagen en een soort van altijd mijn kivief ben, van opgelet. Hè. We blijven gefocust en we blijven hard werken. Ik vind dat echt heel herkenbaar wat je zegt. Ja. Ja, ik herken dat zeker. En ik denk dat wij dat ook gewoon nodig hebben om inderdaad op het scherp van de snee te presteren. Mm-hmm. Die twijfel, maar tegelijkertijd is het zo belangrijk van genoeg zelfvertrouwen te hebben. Ook, ja, want absoluut. Dan, ik zie dat ook bij mijn leerlingen en zo en de mensen mm-hmm. die ik coach, dat eigenlijk fantastische dingen gebeuren als ze gewoon genoeg zelfvertrouwen hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste dat ik vind in het coachen van mensen, dat je gewoon dat zelfvertrouwen laat openbloeien en mm-hmm. dan zie je meestal
het einde niet in zicht eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Maar ik vind het heel interessant dat je begint over die social media. Mm-hmm. Want ik vind eigenlijk... heb ik altijd het idee dat je daar wel veel redelijk mee bezig bent, mm-hmm. en ook wel goed in bent, volgens mm-hmm. mij. Ik heb zelf daar een veel problematischere relatie mee. Ja. Is dat iets wat jij ook oprecht graag doet? Of doe je dat vooral omdat je weet van dat is belangrijk? Ik denk dat de wisselwerking is van de twee. Ik denk dat de haat-liefdeverhouding ook enorm op zijn plaats is. Media zoals Instagram en Facebook zijn zeer tijdrovend. En ik betrap mezelf ook soms op het mindless scrollen. Ik denk dat iedereen dat wel kan beamen, wie op die media actief is. Maar ik vind het toch tof om iets gaande te houden. Om zo op je profiel een beetje levend te houden. Dat mensen weten van oké, hij is bezig op een bepaalde manier, heeft dit soort projecten. Anderzijds krijg ik ook heel veel inspiratie om andere mensen te zien. Als ik zie van, oh, Frauke heeft een leuke stream of heeft dit of dat. Dan vind ik dat tof om te zien van, oké, waar staat zij op dit punt in haar leven? Welke keuzes maakt zij? Welke projecten heeft zij lopende? En zo zijn er wel een aantal interessante mensen die ik volg. En het is eigenlijk wel tof om op die manier verbonden te blijven. Ja, ik merk dat ik het eigenlijk wel ergens een drempel vind voor mezelf om dan zo echt heel veel te gaan posten. Omdat ik ook zo'n beetje van juristisch niet, maar zo ja, toch ergens. Ik vind dat zo vaak goed aan als ik dan zo ergens zou komen en dan zo, ja, kijk, hier ben ik en zo. Ja. Maar tegelijkertijd merk ik wel dat mensen het ook gewoon super tof vinden van te merken dat wij dan ook mensen van vlees en bloed zijn. Tuurlijk. En wat dat wij allemaal meemaken. En inderdaad, gelijk dat je zegt, dat je vaak geïnspireerd wordt door andere mensen. Dus ik neem mij elke week ongeveer voor dat ik actiever ga worden op social media. Ja. Maar elke week mislukt het. Je moet vooral iets doen, je moet iets doen waar je echt achter staat, natuurlijk. Ja. We weten nu al dat je best wel tevreden bent over je carrière op dit moment. Mm-hmm. Of toch waar je mee bezig bent. Als je dat nu vergelijkt met uw droom dat je had als 18-jarige toen je juist begon in het conservatorium, komt dat overeen? Of dacht je toen dat je iets helemaal anders ging doen op dit moment in je leven? Goh, ik denk dat ik daar heel moeilijk over kon nadenken als 18-jarige. Ik denk, dat is ook een beetje het probleem met een studie in de kunsten. Hè. Dat is ook iets waar veel ouders misschien wel weigerachtig tegenover staan van oeps, mijn zoon of dochter gaat hobo gaan studeren of gaat woord gaan studeren. Ik denk dat op 18 jaar is het vooral een bepaalde honger waar je moet aan tegemoet komen. En als je als jongere van 18 op zoek naar jezelf en naar wat je ook drijft in het leven, voelt van oké, ik wil hier echt mijn muzische talenten of mijn whatever, welk talent ook, verder gaan ontplooien, dan moet die persoon dat vooral gaan doen, denk ik. En bij mij was het vooral zoiets. Ik denk dat ik op mijn 18 wel al realistisch genoeg was om te voelen van oké, ik zal hier niet de volgende Vladimir Ashkenazi of Lang Lang worden of zoiets. Hè. Daar ben je simpelweg dan al te oud voor en die hebben een heel ander parcours gehad als jonge pianist. Maar ik denk dat ik altijd wel het gevoel had van kijk, ik wil verhalen vertellen. En ik wil mensen ontroeren, mensen meepakken en wat ik doe moet bekeken en beluisterd worden. Ik had dat van jongs af aan, dat is niet alleen voor muziek zo, maar ook voor woord of voor, wat we nu doen, is iets wat mij ook enorm aanspreekt, schrijven. Het is een beetje gek, maar ik sta nogal graag in de belangstelling. Dat klinkt nu heel fout, maar ik denk dat ik heel snel zou verschrompelen achter een bureau aan een laptop in de anonimiteit. Ik vind het heel leuk om hard te werken aan iets en dat dan te brengen. En op mijn 18 denk ik dat het vooral was, oké, we zien wel waar dit traject naar leidt, maar we doen dit gewoon. En dus ben ik heel blij met hoe het nu loopt. Was het anders geweest, had ik misschien andere keuzes gemaakt, wellicht. Maar dus op een bepaalde manier ligt het wel een beetje in de lijn van wat ik had verwacht. Was dat bij jou anders? Bij mij was dat toch wel anders en ook niet. Heel veel van wat je zegt is heel herkenbaar over die honger. Ik had ook een enorme honger, ook naar muziek, maar ook vooral op een podium staan. Maar ik wist ook al van toen dat ik denk 11 of 12 jaar was, dat ik wou professioneel muzikant worden. Bij mij was echt zoiets heel logisch. Ik kon mij geen enkele andere toekomst indenken. Ja. Maar wat ik wel merk, is dat wat dat de mensen toen tegen mij zeiden, heel veel leraars en zo,
was van ja, je gaat toch moeten opletten, want de jobs zijn heel schaars. Er zijn maar heel weinig muzikanten die in een orkest komen en dat is een enorm harde wereld. En dus merk ik wel dat gedurende de jaren, en in het conservatorium werd dat nog versterkt, dat mijn idee van professioneel hoboïst zijn, dat dat echt was ja, dan in een orkest terechtkomen, want dat was succesvol muzikant zijn. Ja. En ik neem daar niemand iets in kwalijk, want iedereen die mij dat heeft gezegd of mij daarvoor heeft gewaarschuwd, deed dat ook maar gewoon vanuit zijn goed doen en zo. Maar nu heb ik wel zoiets van, ik zie nog altijd rondom mij dat er zoveel mensen worden afgeraden om muziek te gaan studeren. Ik vind dat verschrikkelijk jammer. Ja. Ik zie ook gewoon bij mijzelf wat voor mogelijkheden dat er zijn. Waar dat er geen mogelijkheden zijn, dat je er gewoon ook zelf moet creëren. Ik denk dat dat in alle aspecten van de wereld en van het leven zo is, dat dat niet enkel voor de muziekwereld geldt. En zo dat enge van enkel maar een orkestplaats is eigenlijk het waard als muzikant zijn, dat vind ik ook ergens enorm achterhaald. Mm-hmm. En er zijn heel veel van mijn vrienden en collega's die perfecte, fantastische orkestmuzikanten zijn. En ik kijk daar enorm naar op, maar zelf ben ik gewoon niet zo. En ergens heeft dat heel lang geduurd tegen dat ik ook durfde toegeven tegenover mijzelf. Van, dat is niet de carrière die ik moet najagen. Ja, ja. Dat voelde altijd alsof dat mijn plicht was. Ja. Dat ik moest audities gaan doen en die dan ook winnen. Maar anderzijds, als Symfonieorkest Vlaanderen jou belt en zegt we hebben een eerste hobo nodig voor een project, dan zou je misschien wel eens instappen voor een project. Dat is fantastisch, natuurlijk. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik doe dat ook heel vaak, in verschillende orkesten gaan meespelen. En ik vind dat ook heel leuk. Maar ik ben ergens niet genoeg een groepsmens misschien, of een team spirit persoon. Om dat dan ook in hetzelfde orkest mijn hele leven te gaan doen. Terwijl dat mijn zus bijvoorbeeld, die speelt in een orkest in Amsterdam, zij is echt de geknipte persoon daarvoor. Mm-hmm. En ik vind dat dan ergens ook een gemiste kans dat ik in mijn opleiding niet echt een alternatief heb gezien ofzo. Of dat er niet echt een focus was op, ja kijk, dat is een mogelijkheid van in een orkest te gaan, maar daarnaast zijn er ook nog die en die mogelijkheid. Terwijl we in België eigenlijk zoveel ensembles hebben die dan eigenlijk zijn opgestart door gewoon muzikanten die waarschijnlijk een keer een zot idee hadden. Gelijk dat wij ons eigen kamermuziekensemble hadden, ook gewoon door een keer tussen pot en pint te denken van gaan we een keer iets doen. En dan zijn we ineens 7, 8 jaar verder en dan blijkt dat inderdaad goed te functioneren. En dus in die zin is het toch wel anders. En zou ik zeker zeggen aan iedereen die jong is en die droom heeft van muzikant te worden, van go for it. Absoluut. Ja. Mooi, ja. Ja. Misschien hebben we ondertussen wel genoeg gepraat over onszelf. Gaan we eens over de podcast praten. Kun je zeggen wie dat we allemaal gaan ontvangen als gasten in ons eerste seizoen? Ja, inderdaad. Dus we hebben een zestal afleveringen voor de boeg met een aantal topgasten. We hebben eigenlijk een zo divers mogelijk gastenpakket samengesteld. 3 mannen, 3 vrouwen en uit de verschillende geledingen van de muziekwereld. We hebben Servaas Loconte te gast. Hij is zaakvoerder van Artists United en PayPro Services. Dat is een financieel bureau. En hij zal ons meer kunnen vertellen over het statuut van de kunstenaar en ook alle financiële belangen die daarbij komen kijken. Heel belangrijk, want you've got to fix your numbers, ook als muzikant. Dus iets wat soms wordt vergeten. Veel mensen vragen mij altijd van hoe zit dat nu? En verwarren artiestenstatuut met andere manieren van betaald worden en zo. Dus voor eens en voor altijd krijgen we nu in deze reeks uitsluitsel door een vakspecialist ter plaatse. Dan, het is u misschien opgevallen, we zitten hier in het fantastische kader van Concertgebouw Brugge op het Zand, hier in de binnenstad van het mooie Brugge. En we hebben niemand minder dan de artiest directeur, ook te gast, Jeroen van Akker, die zal ons meer kunnen vertellen over programmatie en hoe het
ja, het samenstellen van een concertseizoen werkt en goed rijden en zeilen in een grote, magnifieke instelling als Concertgebouw Brugge verloopt. Dus daar kijken we ook enorm naar uit. Ja, want je moet nog zo'n mooi programma hebben als je nergens kunt spelen. Voilà, inderdaad. Dan ben je er niks mee. En die mensen hier doen dat fantastisch. Dus heel benieuwd om even te horen hoe dat hier in zijn werk gaat. En dan hebben we een aantal praktiserende muzikanten ook te gast. Nicolas Dupont, een van België's meest actieve violisten of muzikanten, tout court, moet ik misschien wel zeggen, speelt in, ik weet niet meer hoeveel, verschillende ensembles, reist heel het land en de rest van Europa af met allerlei bezettingen. Is een voltijds zelfstandige violist en heel benieuwd om eens te horen hoe hij zijn leven ervaart met het reizen van Pier naar Pool, dus dat lijkt me wel interessant. Daarnaast hebben we ook iemand uit de jazzwereld te gast, Anneleen Beumen, een fantastische contrabassiste die naast haar soloprojecten ook onder andere in Lab Trio actief is. Iemand die ons absoluut kan wegwijs maken in de wereld van de jazz. Iets waar wij minder in thuis zijn, denk ik, door onze klassieke achtergrond. Dan hebben we ook een schitterende componiste te gast, Annelies van Parijs. Ik denk dat er weinig Vlaamse componistes zo succesvol zijn als haar. Ze heeft al een prachtig traject achter de rug met grote werken. Ik denk aan haar opera Usher, haar War Requiem. Dat zijn twee werken die overal internationaal hoge ogen gooiden. Ze is ook professor aan het Conservatorium van Brussel voor compositie. Een vrouw met een visie, met een enorme brede interesse voor muziek. En ik denk dat ze ons heel veel kan bijbrengen over haar kijk op muziek. En tot slot hebben we ook nog een zangeres te gast, Laure Binon. Laure Binon is een sopraan, een schitterende muzikante. Iemand waar ik ook enorm naar opkijk. Ze is zowel actief als liedmuzikante. Ze zingt ook met orkesten, heel veel leuke, interessante projecten. Een aantal kamermuziekbezettingen, denk aan Revue Blanche bijvoorbeeld, maar ook haar samenwerking met Inge Spinet bijvoorbeeld, zijn van een heel hoog niveau. En de zangwereld is ook nog eens helemaal anders dan die instrumentale wereld. Dus ik denk dat we daarmee 6 unieke gasten hebben die ons project hier mee kunnen ondersteunen. Dus geen enkele reden om niet te kijken en te luisteren, zou ik zeggen. Een van de leukste vragen, denk ik, dat ik er naar uitkijk om te stellen, is wat ze allemaal al voor zotte dingen hebben meegemaakt op het podium of zo tijdens concerten. Ik denk dat we allemaal wel zo van die leuke anekdotes kunnen vertellen voor wat we allemaal hebben meegemaakt. Ik weet niet of jij aan iets denkt. Ja, ik heb eigenlijk wel 2. Ik heb ooit eens een podcastreeks in Concertgebouw Brugge gehost en dan ben ik op de verkeerde trein gestapt naar Brussel. Ja, dat was dan deze ochtend. Nee, maar een andere anekdote die ik af en toe vertel, met het pianotrio waar ik in speel, Pianotrio Impression, waren wij gastartiest voor de wereldtentoonstelling in Milaan, een paar jaar terug. We mochten toen mee als artiest afgevaardigd door de provincie Oost-Vlaanderen, want toen lag nog heel veel cultuurbevoegdheid bij Oost-Vlaanderen. En we werden helemaal naar Milaan gevlogen, dat was allemaal op een heel kort dag dat dat werd georganiseerd. Naar een prachtig kasteel. We zaten daar in een formidabel hotel. We mochten ook de wereldtentoonstelling zelf bezoeken. Dat was ook een formidabel kader, die paviljoenen. Ongelooflijk hotel met een schitterende maaltijd. En dan was het tijd voor ons concert. En we waren helemaal opgefokt door de prachtige omstandigheden. Dat is echt zo'n once in a lifetime. En dan kom je toe in de zaal waar je moet spelen. En dan had ze daar een witte digitale vleugelpiano gezet. En op dat moment, we keken eventjes naar elkaar en dachten, dit kan toch niet? Want dat was ook helemaal niet wat gecommuniceerd was. Ja. Ze gingen daar een vleugel zetten die in de lobby van het hotel stond. Want dat is zo in een soort van heel mooie Medici-achtige kasteeltje waar een hotel in gevestigd was. En ze hadden een foto doorgestuurd van de vleugelpiano die daar stond. Een heel degelijk instrument, een Petrov. Ze gingen ook de perfect stemmen en intoneren. Maar blijkbaar was dat dan niet gelukt. En hadden ze van een van de vrienden van het hotel een witte kwart vleugel digitaal. En om daar dan Rachmaninoff-trio's en Haydn-trio's op te gaan spelen, helemaal naar Milaan, dat was een
een beetje een bummer. Want ook de radio was daar, Radio 2 was daar. Er was ook was heel veel persbelangstelling voor. Dus ja, we hebben toen eventjes moeten een knop omdraaien. We hebben gewoon dat concert gespeeld, natuurlijk. Maar het was en toch zij, voor hen was dat gewoon een evengoede... Zij waren blij dat ze een oplossing hadden gevonden. Ja, inderdaad. Ik denk dat vanuit het hotel dachten ze... Oké, er komt hier een ensemble, een band spelen. Ja, mensen die misschien minder vertrouwd zijn met klassieke muziek. En dat die klankvorming... Ja, ik moet het niet vertellen natuurlijk. Hè, dat op een akoestisch instrument... Dat is niet te vergelijken met een digitaal alternatief. Ook dat mengt niet goed met de strijkers. Ja. Maar die link hadden ze blijkbaar niet gelegd. Dus kosten nog moeite gespaard voor het banket. Maar de vleugelpiano was er dan toch te veel aan. Oh ja, typisch. Ja. Heb jij zoiets meegemaakt? Oh ja, te veel om op te noemen, maar een van de allerspannendste concerten dat ik ooit speelde was 2 jaar geleden in Aldenbiesem. Mm-hmm. En het was een kerstconcert, het was in december. Mm-hmm. We speelden Bach-cantates. Het was heel koud, niet zo koud als niet zoveel sneeuw als nu, denk ik, maar toch ook echt, ik denk niet dat boven 0 graden was. Maar in de kerk was het lekker warm. Uh-huh. En het waren Bach-cantates met Obo d'Amore en enkelstrijkers. Dus ik was de enige blazer en dan natuurlijk zangers. Met koor ook. En het was repetitie en doorloop en concert op dezelfde dag. Okay. En alles ging goed en iedereen had er ongelooflijk veel zin in. En we kwamen helemaal aan het einde van de doorloop en iedereen kijkt al uit naar het concert, het is een beetje spannend. En helemaal op het einde van de raccord klinkt er in één keer echt een knal en het koor zat helemaal aan de andere kant van de kerk. En die dacht dat het podium was ingestort. Oh, nee. En iedereen was zo naar elkaar aan het kijken en de muzikanten ook van wat was dat? En ik was de enige die door had dat het was. Het was mijn Hobo d'Amore die gebarsten was. Dus die was echt een soort van ontploft. Oh my. En er was echt zo'n gigantische barst in het kopstuk. En dat was... Gelukkig zat er 2 uur tijd tussen de raccord en het concert. Dus dat was nog 2 uur om dat op de een of andere manier te proberen fixen. Maar ja, dat was in Aldenbiesem. Dat is ook wel niet ergens waar je zo een keer een collega belt van... Kom eens uw amore lenen of zo. Ik had dat instrument toen, denk ik, net geen jaar of zo. Dus dat was ook niet dat dat super nieuw was. Maar ja, toch wel blijkbaar nog niet helemaal ingespeeld om in die klimatologische omstandigheden dat aan te kunnen. Mm-hmm. En er kwam dus, ik moet dat niet vertellen, er kwam dus geen noot meer uit. Hè. Wow. Dat was echt... Er kwam zelfs geen gepiep uit, er kwam gewoon niks uit. Dus ja, wat doe ik dan? Ik doe dan wat ik altijd doe als ik op Barokhobo een paniek-situatie heb. Ik bel mijn mentor, Marcel Ponsele, die gelukkig bereikbaar was. En dus ik leg mijn probleem uit. Op de een of andere manier was ik superkalm. Ja. Dus ik wist van, oké, zonder mij gaat er hier geen concert zijn, want ja, we konden die contents niet uitvoeren zonder Amore. Dat was de ene salon na de andere. Maar ik ben niet super hard gepanikeerd. Ik denk dat ik op dat moment ook gewoon al genoeg dingen had meegemaakt om te zeggen van we gaan dat hier wel fixen of zo. En wat bleek nu? Er zat in dat koor zat er een meubelmaker. Iemand die echt heel goed was met houtbewerking en zo. En dus ik bel naar Marcel en Marcel zegt ja, je moet daar iets van lijm in doen. Mm-hmm. Vloeibare lijm. Maakt niet uit wat. Zo vloeibaar mogelijk lijm doet dat erin. En ondertussen kwamen er van het koor mensen, ja, kijk, er is een meubelmaker die kwam kijken naar mijn instrument en zo. En ik zeg, weet je wat, hier, ik stik die telefoon met Marcel Ponsele aan de lijn en die mens zijn handen. En ik zeg, hoor je hij met Marcel wat dat er nodig is en los het op. Het was 6 uur 's avonds en nu bleek dat er daar een brico was, niet super ver van. Dus zijn er mensen van het koor en de brico gereden, samen met die meubelmaker, om de lijm dat ze nodig hadden. Want die meubelmaker zei, maar ja, gewoon zomaar eventjes lijm. Nee, we gaan die en die lijm gebruiken, want die wist daar zo wel een beetje over. Want dat moest ook snel drogen, hè, want tuurlijk, 2 uur later moest dat concept zijn. En dus, ik zal een fotootje posten op Instagram. We hebben nog geen Instagram-account, maar dus we gaan er een creëren. Bij deze is beloofd, van hoe dat mijn barokhobo er dan uitzag. We hebben die gelijmd, of die meubelmaker heeft die gelijmd. We hebben daar allemaal plastic rond gedaan, want ik had plastic bij om mijn rieten te luchtdicht te maken. Dus we hebben dan mijn hobo met die lijm en die plastic luchtdicht gemaakt. En Marcel had mij nog even opgebeld voor het concert. Die zei, vrouwke, denk daar nu niet meer aan wat er gebeurd is.
Doe gewoon alsof dat een normaal concert is. Zet je knop af. Dat was dan nog moeilijk, want Luc Ponet, de dirigent, begon dan in geuren en kleuren en het publiek uit te leggen. Dat er een beurt was, natuurlijk. Dus dat was echt een enorm spannend concert voor mij. Maar dat instrument speelde, dat was bijna alsof dat beter speelde dan daarvoor. Ja. Omdat die spanning daaruit was. Ja. Dus ik heb dat concert kunnen doen. Gewoon. Maar de hobo was dan naar de vaantjes, naar die, want die was gelijmd. Ja, ja die hobo, ja. Dat kopstuk heb ik nu als souvenir. Dat staat en Marcel heeft mij gewoon een nieuw kopstuk gegeven. Prachtig. En zo, dat is wel echt. Kan verkeren, ja. Voilà. Dus we hopen ook van die spannende anekdotes te horen denk ik. Ja. Van onze gasten. En dan wordt onze podcast. Voilà. Ik kijk er enorm naar uit. Ik kijk er ook enorm naar uit. U kunt deze podcast, al die afleveringen kunt u beluisteren via gewoon puur podcast, dus audio, maar alles zal ook te bekijken vallen. Dus voor de kijklustigen, dan kunt u ook de studio hier bekijken, hier in Forum 6 in het Concertgebouw. En dan kunnen alle gasten, kunt u ze bijna recht in de ogen kijken. Dus het wordt een heel fijne ervaring, denk ik. Ik zou zeggen, stay tuned. De eerste aflevering wordt released op 11 maart. En de komende weken droppen we dan telkens de volgende afleveringen. Heel veel plezier en voilà, we kijken er vooral naar uit.